allemaal weer bij een nieuwe video. In deze video ga ik jullie wat meer vertellen over wat ik afgelopen week heb gedaan. Namelijk, ik heb 7 dagen door de natuur van Portugal gewandeld met paarden. Ik heb met de State of Being Sanctuary een holistic horsewalk gedaan. En deze was specifiek gericht op vrouwelijke ondernemers. Ik heb de wandeling dan ook gedaan met 3 andere startende vrouwelijke ondernemers. En met de 2 coaches Sabine en Rosanna. Ik had eigenlijk van tevoren niet echt verwachtingen van de wandeling. Ik heb Rosanna aan de telefoon gesproken en dat voelde gewoon gelijk heel goed. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen en ik ga zien wat het me brengt. Ik zeg zonder verwachtingen, maar ik moet eerlijk bekennen dat in mijn onderbewustzijn er zeker wel wat verwachtingen waren. Ik ben namelijk heel erg gewend om met paarden om te gaan, eigenlijk al sinds mijn 5e. En het is altijd een beetje mijn baken van rust geweest. Dit was toch even wat anders, waar je in Nederland met de paarden in omgang eigenlijk altijd leert van jij bent de baas en ze mogen niet zomaar wat gaan eten, ze mogen niet zomaar dit, ze mogen niet zomaar dat. Was het hier eigenlijk heel anders. Deze paarden een stuk vrijer opgevoed. En werd het eigenlijk niet als een probleem gezien als ze wel wat gingen eten of zichzelf lostrokken. Dat was voor mij in het begin zeker even omschakelen. Want je wilt in het begin, je denkt het gaat goed als ze dat niet doen. En in zekere zin is dat ook wel zo. Want als zij liever met jou meewandelen gewoon om wie je bent, dan is dat natuurlijk veel mooier dan wanneer ze de hele tijd andere dingen belangrijker vinden. Maar de kern zit hem wel in dat ze dat willen en dus met je meelopen omdat ze met je mee willen lopen en niet omdat jij het ze opdraagt dat te doen. En daar heb ik eigenlijk in de kern gelijk al heel erg veel van geleerd, want pas toen ik die verwachtingen van die paarden losliet, had ik het eigenlijk, had ik veel meer rust, leefde ik meer het moment en kon ik er ook echt meer van genieten. En als ze dan wel een keer even wat gingen eten, prima. Het is natuurlijk ook logisch, het zijn dieren en overal in de natuur ligt lekkers voor ze. Dus dat moet ook gewoon kunnen. En die insteek sprak me, nadat ik eraan gewend was, zeker heel erg aan. Daarbij worden paarden vaker voor coaching doeleinden gebruikt, omdat ze heel goed kunnen spiegelen. En dat maakte het ook wel zo mooi dat deze paarden een stuk vrijer zijn opgevoed, want daardoor staan ze dichter bij de natuur en kunnen ze ook beter spiegelen, eigenlijk duidelijker, omdat ze niet vastzitten in allemaal aangeleerd gedrag. En dan maakt het ook wel extra bijzonder dat als dat paard gewoon rustig bij je is, dat het dan ook echt voelt dat jij rustig bent. En natuurlijk was het bij mij soms wat minder extreem in hun gedrag, omdat ik zelf dan niet bang ben voor paarden en ook niet bang ben voor wat ze kunnen doen, waardoor ik vanuit mezelf wat rustiger ben in hun omgeving ten opzichte van iemand die nog nooit met een paard heeft gelopen. Maar de kennis daarbuiten moest ik eigenlijk vooral loslaten. En dat heeft een paar dagen geduurd, maar daarna ging dat heel erg goed. De wandelingen zelf waren af en toe pittig. Vooral ook omdat ik nou niet echt geweldig voor mezelf heb gezorgd de laatste tijd, als ik al eerder heb aangegeven. En ook niet echt in mijn beste shape ben. Maar ik heb er wel ontzettend van genoten. Anderen moesten ook wel lachen omdat ik dat steeds zei. Dan vroegen ze, heb je een leuke dag gehad? Toen zei ik van, ik persoonlijk vind ik wandelen niet echt leuk. Maar ik kan er wel heel erg van genieten. En dat heb ik dan ook zeker gedaan. De natuur waar we in liepen was echt prachtig. Overal was de omgeving heel erg divers. Veel diverser dan dat ik eigenlijk had verwacht. Portugal is over het algemeen wel iets te droog naar mijn mening. Maar ik heb zeker hele mooie stukken gezien van Portugal. En ook de plekken waar we sliepen was echt fantastisch. Gewoon een zelf opgezet weidje voor de paarden en een tentje voor ons. Echt back to basic. Gewoon een week geen toegang tot warm water. Dat is even wennen, maar dat heeft ook zeker wel wat.
een mooi gezicht. Hij voelt het al. Zoals dat ik net eigenlijk in het begin al zei, heb ik er dus echt van geleerd dat je pas echt rust kunt vinden als je alle verwachtingen loslaat. En je dus niet zo bezighoudt met wat wie allemaal doet en hoe dan ook. Je bent gewoon in het nu en je laat het gewoon allemaal gebeuren. En daar heb ik ook wel echt van genoten. Ik was na de ayahuasca-sessies al een stuk rustiger in mijn hoofd als dat ik daarvoor was. Maar ik heb het gevoel dat eigenlijk alle dingen die ik heb geleerd uit de ayahuasca-ceremonies, dat ik die nu ook echt voel. En dat was voor mij wel een grote stap. Ik was de hele tijd bezig met na het verlies van mijn broertje, van voel ik nou wel of voel ik nou niet. Ik was de hele tijd op zoek naar iets. En tijdens die wandeling ben ik ook wel echt gaan inzien dat ik misschien wel op zoek ben naar iets dat er niet is of iets wat ik helemaal niet zou moeten zoeken. Omdat ik dan eigenlijk probeer terug te gaan naar emoties die ik ervaarde misschien voordat ik voordat mijn broertje overleed en voor überhaupt de hele coronacrisis, want dat was al daarvoor eigenlijk uitgeschakeld. Maar toen zat ik midden in een rat race en had ik mijn hele leven vol gepland en was ik van alles aan het doen. En als ik erover nadenk, was ik toen niet per se gelukkig. Ik was niet voortdurend blij. Ik weet niet. Het lijkt alsof ik op zoek was naar iets waar ik eigenlijk helemaal niet naar terug wil. Dus, en als ik erover nadenk,
dan weet ik ook niet of ik toen wel meer emoties ervaarde. Ik ging gewoon door en ik stond eigenlijk grotendeels op de automatische piloot. En genieten kan ik wel, dus daar gaat het dan toch eigenlijk om. Het was verder ook echt heel mooi om dit samen te kunnen doen met 3 andere meiden. Waardoor je eigenlijk allemaal met je eigen ding bezig bent, maar toch samen. En dat gevoel heb ik wel heel erg gemist de afgelopen tijd. Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik veel alleen aan het doen was. En dat vond ik wel moeilijk. Want ik ben niet eenzaam als ik alleen ben. Maar het feit dat je eigenlijk op alle vlakken veel alleen bent, vond ik toch wel lastig. En ik ben me ook wel in gaan zien van ja, je hoeft niet per se iets van samen te ondernemen om dat gevoel kwijt te raken. Want je kunt ook samen alleen ondernemen en daaruit ook heel veel kracht halen en sparren met z'n allen. En daar heb ik echt van genoten. Een andere mooie realisatie die ik heb gedaan in de afgelopen week is, jullie horen me wel vaker over mijn concentratieproblemen. En ik ben ook wel 2 maanden geleden gediagnosticeerd met ADHD. Dat is natuurlijk iets waar ook heel veel concentratieproblemen mee bij kwamen kijken. Maar ik dacht van ja, maar waarom kon ik het dan eerst wel en nu niet? Ik leidde dat wel terug naar het verlies van mijn broertje. En ik kon dat niet zo goed plaatsen, omdat ik daar ja, voor mijn idee wel heel goed mee omga. En waarom ervaar ik dan nog die fysieke problemen erbij? En een aantal fysieke problemen, zoals vermoeidheid, zullen er zeker nog wel mee te maken hebben. Maar hoe zat het dan met die concentratieproblemen? Ik ben me eigenlijk gaan inzien dat de enige reden waarom ik me voorheen wel kon concentreren is omdat ik me gewoon midden in een rat race had gestopt. Gewoon alleen maar aan het doorbeuken was. En ik wisselde mijn concentratiepunten wel heel erg af. Maar ik was altijd druk, altijd bezig. Uitstellen was geen optie, want dan zou ik op mijn bek gaan en dat wilde ik niet. Dus door dat doorbeuken, dat was eigenlijk een kopingsmechanisme tegen die concentratieproblemen die in de ADHD zitten. Maar geen gezonde kopingsmechanismes. Door het verlies van mijn broertje ben ik al die kopingsmechanismes soort van gedeactiveerd. En het is nu dus eigenlijk opnieuw opbouwen. En ik moet dus op zoek naar welke kopingsmechanismes zijn goed voor me en welke werken er tegen me. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik mezelf helemaal kapot werk en dan weer overspannen word. Maar het is wel de bedoeling dat ik de positieve punten daarvan kan gebruiken. Zodat ik het liefst zonder medicatie natuurlijk me wel gewoon kan gaan concentreren. Een laatste realisatie die ik graag met jullie wil delen is dat ik me altijd heel veel zorgen maak over anderen. En ik wil heel graag altijd andere mensen hun pijn dragen of het voor ze oplossen. Maar dat zijn dingen die mensen zelf moeten doen en ik kan dat niet voor ze doen. Wat natuurlijk moeilijk is, want je wil natuurlijk altijd dat de mensen om je heen zich goed voelen. Maar als je daar zelf minder goed door gaat voelen en daarbij een ander ook niet echt kan helpen, dan schiet niemand daar dus eigenlijk wat mee op. Dus ik moet ook daarin gewoon een gezonde weg gaan vinden van hoe kan ik mensen wel ondersteunen zonder dat dat ten koste van mezelf gaat. En ik weet nog niet hoe ik dat ga doen. Daar wil ik het ook graag nog even met mijn psycholoog over hebben. Omdat het wel iets is dat ik nog niet echt kan vastpakken. Maar goed, dat is ook een proces. Dat is allemaal iets waarvan ik dus ook pas sinds een week echt bewust van ben dat ik dat op die manier doe. Ik heb dat altijd een beetje weggestopt. Omdat ik dacht van ja, maar dat kan toch niet anders. Want wie gaat het anders doen? Maar ja, mensen moeten het ook zelf doen. En je kan niet altijd alles voor een ander doen. Vooral zorgen maken om andere mensen. Daar hebben zij niks aan en heb ik zelf ook niks aan. En dat kan je natuurlijk niet zomaar uitschakelen. Maar dat is wel iets waar ik een gezonde weg in moet vinden. Al ben ik me dus heel veel verschillende dingen gaan realiseren deze afgelopen week. Allemaal dingen die ook wel voorkwamen uit mijn ayahuasca ceremonies. Maar die nu dus echt logisch zijn naar mij. Die ik begrijp en waar ik wat mee kan. En het is nu heus niet allemaal ineens opgelost. Maar ik weet nu wel waar ik aan kan werken. En dat betekent heel veel voor me. En dat heeft deze trip echt wel gebracht. Ik ben dan Rosanna en Sabine ook super dankbaar voor hun begeleiding. En ook de andere meiden van de groep. We konden echt onszelf zijn bij elkaar. En iedereen was heel open en liefdevol. En het was gewoon echt een hele fijne omgeving om in te zijn. En ja, Rosanna en Sabine stelden echt de juiste vragen en dat is niet makkelijk. Maar
ik heb er wel echt mega veel van geleerd. En ik ben dan ook blij dat dat we nog 2 maanden online met elkaar verder gaan. En ik ben heel benieuwd wat dat me dan nog verder gaat brengen. En hoe het allemaal nog vorm gaat krijgen. En ik ben nog met van alles bezig. Ik heb mega veel ideeën en dromen. Dus dat gaan jullie ook zeker wel van me horen. En met die woorden wil ik heel graag deze video afsluiten. En dan zie ik jullie weer bij de volgende.